en buenos dias vanuit het prachtige Den Bosch. De startplaats van de tweede etappe van La Vuelta Hollanda. Als je in Den Bosch bent, dan moet je natuurlijk een bosbol eten. En we zijn niet zomaar op een plek in Den Bosch. Nee, we starten deze etappe in de Citadel. Een prachtig fort uit 1637 dat gebouwd werd om Den Bosch te beschermen tegen de Spanjaarden. Nou, dat is er niet gelukt, want over een paar dagen wemelt het ervan. Ik ben hier om de tweede etappe van de Vuelta alvast voor jou te verkennen, zodat jij precies weet waar je aan toe bent. Alle 175 kilometer dus. Van Den Bosch naar Utrecht. Op de fiets. Het productiekantoor die heeft me wel weer wat opgelegd. Jee. Nou, let's go. Eerste stop, Centrum Den Bosch. De renners verlaten de Citadel. We gaan geneutraliseerd naar de Brabanthallen. Daar wordt de koers echt in gang geschoten. Door het centrum van Den Bosch. En er is hier genoeg te doen. In Willem II is van alles te doen. Komt Peter Winnen praten. Maar we zijn Vuelta ervaringen. En er is ook de voorronde van het Nederlands kampioenschap slowbiking. Zo langzaam mogelijk fietsen. Dat is een beetje mijn tweede bijnaam, langzaam fietsen. Wij gaan op naar de Utrechtse Heuvelrug. We hebben Brabant reeds verlaten. We staan nu in Zaltbommel in provincie Gelderland. Naast de provinciale weg. Want over deze provinciale weg trekken de renners een heel lang stuk langs de Waal, die zit daar achter die gebouwen, naar de provincie Utrecht. Naar de Heuvelrug. Dit was echt een krimp om te komen met vriends trouwens. Echt niet te doen. Snel door lijkt me. Laten we door. Nou, moet je kijken wat mooi. Wat een brug. We zijn hier bij de brug over de Rijn bij Renen. En hier trekken de renners van het Vuelta peloton de provincie Utrecht in. Na een klein lusje door het historische stadje trekken ze naar het eerste echte obstakel van de dag. De Grebbeberg. Woe! Alright, de eerste warming-up klim van de Vuelta. Daar gaan we, komt ie. Ik werd gelost. Dit is dus de top van de Grebbeberg. De eerste natuurlijke hoogtemeters van deze Vuelta. 700 meter lang, 5,5% gemiddeld. In verhouding met wat de renners zo meteen nog moeten doen, stelt het helemaal niks voor. In Spanje natuurlijk, maar voor Nederlandse begrippen best wel een pittig kuitenbijtertje. En dit is dus de warming-up voor het echte werk. De mythische Amerongse berg. Daar gaan we zo meteen naartoe. Maar eigenlijk is het vanaf nu geen meter meer vlak. Voor Nederlands begin. Vooral heel leuk dat ik net die klim meerdere keren op moest rijden voor deze shots. Oké, snel terug naar de auto. Fiets. Het zijn kleine hupjes. Maar op het moment dat de renners dus wegdraaien van de Rijn, is het dus best wel glooiend. Supermooi hier door het bos van Renen heen. Op naar de Amerongse berg. Nou, nu doen we dus iets wat de renners absoluut niet kunnen. Een kopje koffie drinken. Een koffiestop. We zitten hier aan de voet van de Amerongse berg. Bij de Proloog. Het fietscafé van de hele regio. We doen ook erg veel in aanloop naar de Vuelta toe. Oh ja, voor de gelegenheid heeft de Proloog een nieuw Strava-segment aangemaakt. Voor de Vuelta-versie van de klim. Eigenlijk kan ik het niet maken om hem niet aan te vallen. Oké, daar gaan we dan. Oh, wat een slecht idee. Mijn aanval op de Amerongse berg. Volgens mij begint bij deze drempel het Strava segment. Dit wordt wat, jongen. Oké. Mijn rem liep aan. Mijn rem liep aan. Ik had slechte benen. Ik heb te weinig zuurstof kreeg ik binnen door de hoogte van de Amerongse berg. Maar we zijn er. Het hoogste punt van La Vuelta Hollanda. Iedereen klimt hem altijd van die kant, de noordkant. Maar het Vuelta peloton klimt hem deze keer van de zuidkant. Dus vanaf de kant van de proloog. Nou, dat heb ik gedaan. Ik moet zeggen, ik heb een PR'tje gereden. Zo. Niet ontevreden. Iedereen die op dit Strava segment harder fietst dan ik,
Behalve het profpeloton, die gaan hier natuurlijk veel harder overheen. Die volg ik op Instagram. Nou, en ik zou het wel weten, hè. Dit is natuurlijk de plek waar je moet zijn op de tweede etappe van de Vuelta. Bovenop de Amerongse berg, het hoogste punt van deze Vuelta Hollanda. En de enige plek waar de renners bergpinten kunnen sprokkelen. Hier ligt de streep en hier moet het gebeuren. Dus ik zit alvast klaar. Laat die renners maar komen. Super! En mensen, als je hier toch komt kijken, een klein stukje koerskijk-etiket, hè. Hier staan waarschijnlijk zometeen dranghekken, maar stel die staan er niet. Als jij de renners gaat aanmoedigen, doe dan vooral niet zo. Hartstikke gevaarlijk. Want stel je hand komt tegen het stuur aan of tegen een van de renners aan, nou dan liggen ze zometeen hier met z'n allen op de grond en dat wil je echt niet op je geweten hebben. Dus, als jij de renners aanmoedigt, blijf op je plaats, niet naar voren leunen en omhoog klappen. Super! Ha, goed aangemoedigd. Na de Amerongse berg trekt het peloton door naar Scherpenzeel. En dan maken ze daar een lusje en dan fietsen ze weer terug richting Maarn. Dan hebben ze daar nog meer hoogtemeters. En beginnen ze zich na deze schifting ook wel een beetje op te maken voor de finale. Want Utrecht komt in zicht. Alright, de renners die rijden zo meteen daar. Op de baan. Het Utrecht Science Park in. De sprintterreinen zijn hier al volop gang. En het is eigenlijk gewoon over een brede weg alleen maar rechtdoor naar de streep. Nou, dit is voor de sprinters echt een paradijs. Er zit één hindernis in de laatste 400 meter. En dat is dit hupsje hier. En dan rijden ze hier in volle sprint de laatste 250 meter in. En ja, hier moet het zijn. Waar is de streep? Ja, hier zou het ergens moeten zijn. De finish van etappe 2. Ergens aan deze weg. Nou, hier is de streep dus. Hier eindigt de etappe 2 van de Vuelta en begint eigenlijk het Fiesta de la Vuelta. Ja, hier in het Science Park zijn de hele dag activiteiten voor het hele gezin. En hier zijn fanzones, hier kan je na de finish dichter bij de renners komen. Hier staan de ploegwagens, hier staan de bussen. Dus hier krijg je eigenlijk best wel veel mee van de koers. En je krijgt natuurlijk mee wie heeft er gewonnen. Met de armen omhoog over de streep. Ik zou het wel weten. Of hier, of in Den Bosch, of bovenop de Amerongse berg. Ja, ik denk dat ik op de Amerongse berg te vinden ben. Wij gaan naar Breda, etappe 3 van La Vuelta Hollanda. Breda, Breda, een stad waar ik erg weinig van weet. Dus ik kijk er enorm naar uit om daar wat meer te leren. Nou, terug naar de auto. Hè? Jeetje, wat een pokken eind in de auto was dit zeg. Denk je dat we het een beetje goed hebben gespeeld? Dat het lijkt alsof we alles hebben gefietst, of niet? Vast wel.